Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een product unboxing video en niet zomaar één product, nee, drie producten. Ik heb uiteraard een nieuwe sponsor sinds 2 april en uiteraard gaat mijn hele setup, alle hardware van mijn setup, gaat vervangen worden door prachtige Trust Gaming producten. Daar wil ik bij vermelden dat niet alleen ik Trust Gaming producten ga krijgen, maar ook jullie kunnen Trust Gaming producten krijgen. Ik mag namelijk heel vaak dingen weggeven. En wat ik weg mag geven, dat mag jij bepalen. Dus laat het weten in de comments wat je graag nodig hebt om jouw setup net nog iets beter te maken. En wie weet is dat wel de volgende giveaway op mijn Twitch kanaal, YouTube of Instagram. Dus hou die drie in de gaten voor alle giveaways. En dan is het tijd om drie producten uit te pakken. En dit zijn de producten die je echt nodig hebt, die iedere gamer echt nodig heeft. Dan heb ik het over een game muis. En ik heb de Qdos Pro Gamer Mouse. De muismat, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je setup. En natuurlijk, last but not least, een gaming keyboard. En ik heb een mechanical keyboard Asta. Ja, deze drie producten zijn wel de producten waar ik mee, waar ik de games mee moet gaan winnen. Dus deze zijn heel belangrijk dat deze goed zijn. Laten we maar gewoon beginnen bij de muis. De game muis. Ik heb hier de Qdos Pro Gamer Mouse GXD 900. En wat ik mooi vind is dat hij heel clean is. Hij heeft een prachtige RGB aan de onderkant en ook in het muiswieltje en in het logo op de rug. Maar verder geen tirelantijntjes. Dus geen heel veel extra knopjes, gekke vormen erin. Gewoon een muis en hij is smooth. Wat voor dingen staan hier allemaal op de doos? We hebben een RGB en dan heel veel kleuren. Er staat 16,8 miljoen M, ik denk dat dat miljoen is, colors. Dus dat is echt een hele hoop. 15.000 dpi sensor. Programmable buttons. Dus er zitten 7 buttons op 7 knoppen op die je kunt instellen om weet je wel push to talk, nee te gooien in game of extra dingen doen in de game. Dat kan dan met je muis. En er zit advanced software bij. Op de achterkant staat Pro Gaming Muis met uiterst nauwkeurige sensor en full RGB LED verlichting. En dan zie je hier nog de software staan. Maar goed, daar komen we nog op. Laten we maar eens de muis uitpakken. Deze is makkelijk uit te pakken. Je kunt hem hieronder uittrekken. Heel belangrijk, de Trust Gaming sticker. En dit is de mouse. Mouse. Ik ga hem uit de verpakking halen. Ja, dit is hem. Natuurlijk willen we hem ook even aangesloten zien. Dit is niet hogere wiskunde hoe die aangesloten moet worden. Je stopt deze in de computer en je kunt aan de slag. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Ik denk dat hij nog mooier is als de lampjes ook aan zijn. Maar ik vind het materiaal heel mooi. Hij ligt goed in mijn hand. Ik heb redelijk grote handen. En hij ligt goed in mijn hand. Dus het is geen klein muisje. Of niet extreem in ieder geval. Ja, ik ben heel tevreden hiermee. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik wil hem gewoon aanzien. Ik vind het echt een hele mooie muis. Ja, hij is heel mooi. De draad is ook van stof, waardoor hij minder snel in de kreukels komt. Ziet er ook meteen weer heel professioneel uit. Dan gaan we door naar... Nou, omdat we de muis hebben gehad, doen we ook even de muismat. En ik heb gekozen voor de Glide XXL RGB mousepad. En die is 930 mm bij 300 mm. En dat is een flinke muismat. Het mooie hieraan vind ik dat het een zacht is. Dat voel je hier. Maar er zit wel RGB in. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit kan. Ik denk dat deze dus ook aangesloten moet worden aan je computer. Maar goed, dat gaan we even uitvinden. Laten we hem openmaken. Oké, dan gaat de doos open. Caution.
Hier hebben we de kabel om de muismat aan te sluiten. En dan hebben we hier de muismat. Laten we hem maar eens even eruit halen. Tadaa! Weer een legal and compliance information. Die gooien we lekker weg. Je ziet ook die rand eraan zitten waar die RGB... Ik ben heel benieuwd. Oh, een kartonnen rondje. Een gebruiksaanwijzer, er zal niet veel in staan, denk ik. Connect. En dan kun je de kleuren bepalen. Oh ja. Dus je doet hier de kabel in. Die stop je in je computer. Hij is trouwens zo groot. Ik moet hem zo houden. Zo groot. Daar kan wel een muisje op en een keyboard. En dan kan je hier met het displaytje hier kan je de kleur bepalen van de RGB. 7 kleuren. Ja, deze moeten we ook gewoon aanzien, hè? Hoe die er dan uitzien. Ja, heel vet. Ik vind het echt weer een beauty om naar te kijken. Ik denk dat mijn kat hem ook heel leuk vinden om eroverheen te denderen. Of misschien is hij juist een beetje bang voor de kleurtjes. Dat kan natuurlijk. En dan als laatste in deze unboxing video is de Trust Gaming Asta. Dat is een mechanical keyboard GXT865. Nou, wat staat op de voorkant van de doos? 7 kleurcirkels. Gaming mode heeft het, anti-ghosting en de Direct Access Media Keys 11. Het is de mechanical linear switch. Ja, het is voor je pc of laptop, ja. Als jij een keyboard op je PlayStation wil aansluiten, dat kan volgens mij wel. Laten we hem openmaken. Oh, wat staat er op de achterkant trouwens? Mechanische gaming toetsenbord met snel reagerende switches, 7 kleurmodi en gaming modus functie. Oh ja, en er zit integrated, zit er zo'n keycap puller. Dus je kunt dan je keys losmaken en dan kun je ze schoonmaken. Dat is heel fijn, want je keyboard wordt nogal vies. Vooral als je eet voor je computer. Ben ik de enige die hier last van heeft. Daar komt ie. Weinig poespas. En dat is precies wat ik wilde hebben. Oh, dit is een stukje van de doos. Ik dacht dat er iets belangrijks viel. Weinig poespas. En dat is precies wat ik wilde. Omdat er veel RGB in mijn setup zit, wil ik niet dat er ook nog heel veel randjes en dingetjes aan mijn keyboard en muis zitten. En deze heeft ook weer een prachtige ondergrond. Dus een beetje grijs met een zwarte rand. En deze willen we ook even aanzien, denk ik, hè. Ook weer een stoffen kabel. Uiteraard zit er een sticker bij. Dit boekje, Legal and Compliance Information, kan weg. En een handleiding. Ja, die handleidingen spreken vrij voor zich bij dit soort producten, natuurlijk. Want je plugt hem in en aan de slag maar. Tijd om ze aan te zetten, de producten. Gaan maken tot de pro gamer die ik moet worden. En als dat niet lukt, dan blijf ik gewoon lekker streamen. Wat ook helemaal prima is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb erg genoten van het unboxen van deze producten. En ik hoop dat jullie ze een beetje mooi vinden. Laat me ook weten welke producten jij wil winnen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Doei!